Een dagelijkse ritueeltje. Rijka en dan is het Elwing. Dancing and you find your part. Look ahead and you see that they're calling out to you. Obliterate all the fear and you have. Hallo lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zondag 11 juli en we leven om 13:56. Ik had eerst even andere prioriteiten wat bij mij voorging, voordat ik jullie erbij pakte. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor, van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corine. En de beestenboel. Ik ga even straks weer met de hondjes uit. We zijn er al uit geweest vanochtend, maar we gaan er weer uit. Vanochtend scheen de zon volop, blauwe lucht, straatblauw. En ik heb de zonscherm naar beneden gedaan. Ik ben weer terug naar mijn bedje gegaan, want ik was niet in orde. En we komen weer uit. Ik heb de zonnescherm maar weer omhoog gedaan. En ja, het is grijs en grauw. En toen ben ik maar weer naar boven gegaan. En toen heb ik mij gewassen en aangekleed. Ja. En dan zitten we weer beneden. Fris en fruitig. Moet het nou weer? Ik bestel belhamels niet. We gaan straks lopen. Elwing en Rijka. Hallo? We gaan straks lopen. Hé, hey, Gandalf? Ja, die staat hier. Die moet ook eten. Die is net binnen. Nou ja. Het dagelijkse ritueeltje. Altijd even stoeien wanneer we beneden zijn. Ja! Ja! Nou, hallo dames. Ja, dat bedoel ik. Ja, ze zoekt het ook zelf op, hè. Maar ja, oké. Het doet er even. Nee. Ik zet jullie weer even neer. Zo. Het doet er allemaal even niet toe. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. Geniet van met wat jullie doen en met wat wij doen. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben maar weer even retour. Ik had nog maar één keer gefilmd vandaag. Ja, en het is nu alweer 17:59, bijna 6 uur. Ik heb vanmiddag een best blokje omgelopen, even wat verder dan normaal. Ja, over Cape Holland bij de onderzeeër ben ik het terrein weer opgegaan. Zo het hele terrein over en daar weer af. Nu heb ik hier wat twee lieftallige dames om me heen zitten. Daarheen. En daarheen. Ja, jullie zien ook nog een steel van een pan. Twee pannen. Nou kijk, daar zit vlees in. Met voor allebei een halve ei, want ik had niet meer. Die hikken verkleurd, zodat ze allebei ook geel kregen. En dan nog de restant van hun brokken erbij. En dan kan ik hun bak weer afwassen en weer nieuwe brokken erin doen. Dus ja, nou zitten ze lekker toe te kijken van wanneer krijg ik dat nou? Nou ja, zo meteen, hè. Ja, ik zet het eventjes op de grond. Ik weet niet of het allemaal lukken wil. Met wat ik wil. En dan is het dames gaan zitten. Even zien, dan moet ik het ook van daar hebben. Rustig. Zitten. Pootje. Goed zo. En dan is het Rijka. En dan is het Elwing. Die lekker zitten tussen bellen.
Lekkere dames. Hot en dikkie. En ik denk zomaar dat Elwin het lekker eerder op heeft dan dat Rijkaard op heeft. Lekker hè? Wat een dikkie, wat een verwennerij. Krijg ik ook niet iedere dag, hè? Nee. Nou, lieve vrienden, dat is toch een verwennerij voor ze, of niet dan? Ook ben ik met een vlog bezig, dinsdag 29 juni. Maar dat is dus gekomen omdat ik andere vlogs er tussendoor moest doen. Zoals van de paddenstoel van V&D en die uitvaart van de kapper. Dan ga ik er tussendoor. Dus ja, dan krijg ik. Kom, de rest is allemaal weer later. Ja! Ik kan ook niks aan doen. Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen: geniet van jullie avond. En tot later. Doei!